Vorig jaar gingen bij een reorganisatie al tientallen banen verloren. Er wordt nu gekeken of het bedrijf nog gered kan worden. Anders moet het sluiten. Fietsenmerk Stella uit Nunspeet dreigt failliet te gaan. Het bedrijf heeft uitstel van betaling aangevraagd omdat het zijn schulden niet langer kan betalen. Personeel van de fabriek in Nunspeet is verteld thuis te blijven. En ook de winkels en werkplaatsen van Stella zijn gesloten. In alle vroegte komt vanochtend een aantal werknemers naar de fabriek en hoofdkantoor van fietsengigant Stella in Nunspeet. Het bedrijf heeft laten weten dat ze uitstel van betaling heeft aangevraagd en dat het personeel vandaag niet naar het werk hoeft te komen. Een paar zijn er toch gekomen, maar dat is vooral om koffie te drinken met elkaar en het nieuws te verwerken. Ze willen niet voor de camera reageren, maar ze zeggen wel allemaal dat ze ontzettend balen. Dat ze hopen op een doorstart, maar dat het vooral op dit moment een grote klap is die ze hebben gekregen. De winkels en werkplaatsen van Stella zijn ook gesloten. Het Nunspeetse bedrijf is in 2011 opgericht en veroverde snel de markt voor elektrische fietsen. Maar het gaat al langer niet goed met Stella. Vorig jaar gingen bij een reorganisatie al tientallen banen verloren. Er wordt nu gekeken of het bedrijf nog gered kan worden, anders moet het sluiten. De ongeveer 1000 mensen die al een aanbetaling hebben gedaan voor een fiets, maar nog niets hebben gekregen, worden tegemoet gekomen, zegt Stella.